In deze video ga ik dingen automatiseren middels een druppel. En wat is een druppel? Een druppel is een soort macro of een handeling in Photoshop, maar dan helemaal geautomatiseerd. Je kent misschien al het eerdere filmpje van handelingen maken in Photoshop. Klik hierboven als je dat nog een keer wil zien. En anders ga ik het je gewoon uitleggen. Om een druppel te maken is het verstandig om Photoshop te openen als automatisch. Administrator of als systeembeheerder. En waarom? Omdat je anders wel eens een foutmelding kunt krijgen bij het uitvoeren van de druppel. En hoe open je Photoshop nu als administrator door er met rechts op te klikken en te kiezen voor als administrator uitvoeren. Vervolgens wordt Photoshop gewoon geopend zoals je gewend bent. En je ziet, ik heb in dit geval een leeg scherm voor me. Ik ga even terug naar mijn bureaublad. Ik heb hier een mapje te bewerken foto's. En deze bewerkte foto's zijn, uh, zouden negen vakantiefoto's kunnen zijn. En daar wil ik iets mee gaan doen. Die wil ik verkleinen. En in mijn geval voorzien van een wit randje. Maar je zou dadelijk eigenlijk gewoon kunnen doen en laten wat je wil. En ik wil dat ze terechtkomen in het mapje voor internet. Dan maar even een visueel iets aan te geven. Dit zijn de vakantiefoto's. Nou, ik zou willen dat ik in uh, zo'n mooi dorpje als hieronder... Uh, Terecht zou komen, of aan zo'n mooi strand als rechtsboven. Helaas, um, nee, dat, uh, dat zit er voor mij dit jaar even niet in, maar gaat er ongetwijfeld een keer goed komen. Ik ga gewoon één foto openen in Photoshop, en met deze foto ga ik dus aan de slag. Nou, hij staat een heel klein beetje scheef. Ik snij hem eerst even gewoon een klein beetje beter uit zodat hij mooi staat. Ik moet met één foto dus gaan vertellen wat er allemaal met mijn druppel dadelijk moet gaan gebeuren. En dat doe ik door middel van een handeling te maken. Handelingen dat vind je hier op het pijltje of eventueel hierboven bij het venster handelingen of onder de sneltoets Alt F9. En ik moet een nieuwe handeling gaan maken. Dat doe je hieronder bij het nieuw icoontje. En als je daarop klikt, dan krijg je een schermpje voor je en deze handeling noem ik een vakantie. En ik druk op opnemen. Je ziet er is een klein rood bolletje actief nou en alles wat ik nu doe in Photoshop dat wordt opgenomen in deze handeling vakantie. Ik begin gewoon met het verkleinen van de foto naar 900 pixels over de lange zijde. Je ziet ook bij de handeling vakantie dat er een regeltje afbeeldingsgrootte bij komt. Er is dus iets gedaan met de afbeeldingsgrootte. Open ik dat dan zie je dat de breedte is veranderd naar 900 pixels. Ik wil daar nog meer aan doen. Ik wil een klein wit randje maken, dat doe ik met de canvasgrootte, de sneltoets Ctrl Alt C. En ik maak een uh, breedte en hoogte, een randje van 20 pixels in totaal. Ik maak er nog een. En die maak ik 6 bij 6. En zwart dat valt misschien niet zo op in het donkergrijze achtergrondscherm. En ik maak er uh, nog eentje van 40 bij 40. En dat wordt een witte. Oké. Okay. Nou, heb ik deze foto. En vervolgens ga ik die opslaan in de map vakantie of voor internet. En dat doe ik als een JPEG in de kwaliteit 10. En ik druk op oké. Okay. En ik sluit de foto. Dat zijn de stappen die ik dadelijk alle foto's wil laten maken. En die heb ik dus net allemaal opgenomen. En ik druk op stop en mijn handeling opnemen dat stopt. Je ziet hier alle stappen staan en ik neem ze even heel snel met je door. Ik heb dus eerst de afbeeldingsgrootte veranderd, daarna een klein wit randje toegevoegd met de canvasgrootte, een zwarte met de canvasgrootte en tot slot wederom een witte met de canvasgrootte. Ik heb de foto opgeslagen en je ziet ook gewoon dat het als JPEG is met de kwaliteit 10 en de map waar het terecht moet komen. En ik heb de foto gesloten. Nou, dit venster kan ik nu wegklikken, want in principe ben ik bijna klaar. Ik moet nu alleen nog maar de druppel maken. En dat doe ik hierboven bij bestand, automatisch en druppel maken. En je krijgt dan dit venster voor je neus. En het eerste wat je kunt doen is druppel opslaan in. En daar kun je een map kiezen waar je de druppel wil hebben komen te staan. En dat kies ik in dit geval voor het bureaublad. En ik noem mijn druppel vakantie. En de punt .exe krijgt die er automatisch achteraan. En je klikt op opslaan. Nou, dan moet je nog je macro gaan selecteren. Die staat meestal in de set standaard handelingen. En in dit geval is het dus vakantie. Nou, dan heb je nog een aantal opties. Zoals bijvoorbeeld de submappen. En uh, error meldingen bij het openen. Als het bijvoorbeeld gaat over het kleurprofiel negeren. Nou, dat lijkt me wel makkelijk. En ook deze lijkt me handig. En we stoppen natuurlijk voor fouten. Want als er iets misgaat, dan heb ik graag dat Photoshop dat even laat weten. Voordat ze doorgaat en alles in het 100 loopt. En ik druk vervolgens op OK. In principe kun je Photoshop nu gewoon afsluiten. En je ziet, op mijn bureaublad heb ik een klein bestandje erbij gekregen. Vakantie.exe. Ik sleep hem even daar naartoe. En als ik de map voor internet open, dan zie je dat daar mijn ene foto van daarnet staat. Vakantie 1.psd is vakantie 1.jpeg geworden. Momenteel is Photoshop afgesloten. En als ik alle andere foto's selecteer, en die sleep ik gewoon bovenop de druppel. Dan wordt Photoshop geopend en zal die alle foto's gaan openen, verkleinen van die randjes voorzien en vervolgens stoppen. En Photoshop blijft dan ook gewoon openstaan. En je ziet keurig in mijn map daarboven voor internet dat alle foto's geprocessed zijn en dat ze allemaal dus gewoon dat ene randje hebben gehad en dat ze allemaal een heel stuk kleiner zijn dan normaal. Wat is nu het voordeel van een gewone handeling ten opzichte van een druppel? Een druppel kun je gewoon ergens laten staan, in dit geval op mijn bureaublad. En iedere keer als ik dus foto's uh, bij elkaar verzamel, laat ik gewoon even naar een mapje met foto's gaan. En als ik nu deze foto's op de druppel sleep, dan wordt Photoshop weer geopend. De foto's gaan weer verder. En als ze klaar zijn, dan zie je dat ook die foto's erbij staan in de map voor internet. En zo makkelijk is het dus om gewoon met druppels te werken. Je kunt het gewoon op je bureaublad dumpen en je sleept er gewoon je foto's op. Photoshop wordt automatisch geopend en heel je riedel van dingen die je wilt doen, die gebeuren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.